je kan alles krijgen en dan krijgen we deze. Ja. Met alle ziektes kun je naar buiten. Ja. En dit, die bestaan nog niet. Nee. Er is geen tweede. Nee. Er is geen tweede persoon ook die het nog hebt. Niet van deze vorm. In Nederland? Of helemaal in de wereld? Helemaal niet. Nee. Dus in de wereld? Ja. Jij ja. de enigste? Ja. Jezus Christus, man. Ja. Hoe is het mogelijk, hè? Yo! Kom eraan, man. Ik zie je zo. Yes. Waar gaat die jongen? Is de Fiat weg? De Fiat is al lang weg. Goedemiddag, Pik. Hoe is het? Gaat het goed? Als we niet aan denken, gaat het goed, Pik. Ja, ik ook. God, ik kon een tonnetje beter. Ja, ik heb nou wel 2 ton. Gezellig, hè? Buurtjes. Ja, het is altijd gezellig. Goed vrouwtje. Hij komt zo terug, Poes. Hij komt zo terug, maak je niet druk. Ze is al te wachten op je. Ja, nee. Heb je eigen werk vandaag? Ja, eventjes vanmorgen. Ja. Een beetje in de rond gevent. Oh. Maar het is moeilijk de laatste tijden. Ja, hè? Ja, het is echt moeilijk. Het is klote, man. Die prijzen die zakken, die stijgen, die zakken. Het zijn allemaal dagprijzen. Ja. Wat doe je dan? Wat doe je? Venten? Ja. Ik ben 4 weken geleden heb, samen met mijn schoonvader een vrachtwagentje gehaald. Ja. Mijn kraanvulling zat stil. En ik denk, nou, dan ga ik toch maar weer een beetje venten. Staat die stil? Ja. Dan moeten we vermogen gooien dan, hè? Het staat helaas stil. En dan probeer ik nou een beetje met het venten ook. Toch te kunnen spekken. Ja, tuurlijk. Dat moet toch? Ja, ja. Voor zover het gaat natuurlijk. Wat ga je doen met die crowdfunding? Is het gewoon voor jezelf of is het voor mezelf? Ja. Ik ben uitbehandeld in Nederland. Ja. Sinds vorig jaar juli. Ik heb dan die zeldzame huidziekte. Ja. En in Nederland kunnen ze niks meer voor me doen. De chemo sloeg niet aan. Ik heb elke dag nog 60 tabletten. 60? Elke dag nog 60. Oh. Ik zat op 78. Oh. 24 chemo's gehad. Niks aangeslagen. En toen ben ik op een gegeven moment verder gaan kijken, want hier werkte niks. Je krijgt zo alles gaan ze testen. Je bent een testmonster. Ja. En niks werkte. En toen ben ik een dokter tegengekomen in Texas. Gewoon zoeken. Ik heb ook in Parijs gekeken en in Dubai gekeken. Je gaat iedereen toch. Ja, je gaat toch berichten sturen. Ja. Tuurlijk. Ja, je moet vooruit. Je moet verder. Dus je gaat allemaal dingen doen die je normaal niet zou doen. Nee. Om te overleven. Ja, zeker. Ja. Weet je, en ik ben al 13 jaar leven binnen. Ja. Ik heb nog nooit met mijn kinderen buiten gespeeld. Oh, erg. En als ik nou moet gaan denken, stel ik zou 70 worden. Ja. Ik ben 36. Om nog 40 jaar binnen te zitten. Oh. Dus je zit eigenlijk gewoon gevangen? Ja. In je eigen huis? Ja. Kijk, nou kom ik dan al 4 weken wel in de vrachtwagen. Ja. Dus ik heb een speciale trui en een masker. Om naar de vrachtwagen toe te komen. Ja. En in de vrachtwagen blijf ik gewoon zitten. Mijn schoonvader stapt uit. Ja. Je gaat bij de mensen vragen waar hij zit. Ja. Dan ben je er toch wel eventjes sinds 4 weken ja, uit. Ja, precies. Dan heb je het gevoel dat je even eruit kan. Ja, het is dus, raar. Maar je hebt zo'n trui, want je hebt die huidziekte lupus, hè, is ja, dat, hè? Ja. Dus je kan niet tegen zon. Of zon, daglicht. Ja, daglicht. En UV-straling. Ja. Dus komt dat veel voor of zo? Lupus wel. Ja? Dat komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Alleen met lupus kun je gewoon naar buiten. Met insmeren, factor 50 plus. En, ja. Alleen ik en helemaal niet, nog geen minuut. Nee. Nog geen minuut, dan zien we eruit. Ja, het is nu ook een beetje rood. Ja. Maar ik krijg geen eens een minuut naar buiten. Ja. En als je de lotto koopt, dan win je nooit wat. Ik krijg iets een. ik zeg iets. Sorry. Nee, maar het is een kut, man. Maar het is echt dat je zegt, je zit gewoon gevangen in mijn eigen huis gewoon, man. En ook al, ik had wat gelezen, als er een zonnestraaltje door de Luxiflex komt, dan moet je opschuiven. Ja. Want anders verbrand je gewoon. Ja. Dan moet je weer naar het ziekenhuis. Heb je ook 4 maanden in het ziekenhuis gelegen, toch? Ja, in 4 jaar tijd, 2 jaar lang. Dan was ik 4 maanden daar, een week thuis, weer 3 maanden, een week thuis, weer 5 weken. Oh. Dat was je tweede huis. Ja. Ja, echt. Als ik beneden lag op de eerste hulp en dan kwam ik boven op de kamer, want ik kwam altijd op dezelfde afdeling. Ja. Dan denk ik, nou weer een bordje welkom thuis, meneer. Nee. Je bent omhoog. Ah, ja. Jezus, maar ook voor je vrouw ook wel respect, hè? Toch? Ja, ik was pas een half jaar baar toen ik ziek werd. Oh jee, want je was 22 toen je dat kreeg, hè? Ja, ik was net een half jaar baar. Oh, maar dat is wel ook een goede vrouw, want dan zou het ook kunnen zeggen van, donder maar op, want je gaat niet de hele dag voor binnen zitten voor hem. Ja, kijk, en iedereen zou zeggen, ja, dat zou ik altijd voor een ander ook doen. Ja, ik weet het niet. Als ik 22 ben,
Je bent nog jong, hè? Je bent eigenlijk een heel jong pikje gewoon. Dat je vrouw zegt van, nou, ik hou van je, ik blijf gewoon bij je. Hoe dan ook. Dat is toch geweldig? Ja, zij was 21. Er is eigenlijk niet over gepraat van, wat gaan we doen? Nee, nee. Ik heb even keuze. Het was gewoon automatisch. Het moest gewoon zo zijn. Ja. Ja. Nou, mooi. Kom jij hier vandaan? Nee. Ik woon hier pas, in december woon ik nou pas hier in die wagen. Oké. Ik heb hiervoor in Tiel gewoond. Ja, ja. Maar ik heb altijd in Barneveld Voorthuis gewoond. Ja. Las ik dat je zo'n Ajax masker hebt ook? Ja, klopt. Wat heb je erbij dan? Cd'tjes en een fansjaaltje van het zingen. Leuk. Kunnen we even weggeven? Ja, ja. Hoe gaat het met zingen? Het is nou rustig, want ik heb bijna 3 jaar niks gedaan. Ja. In 2019 kreeg ik die chemo's. Toen heb ik eigenlijk een jaartje even niks willen doen. En toen brak corona uit. Ja. Toen wou ik net beginnen, toen brak corona uit. Nog wel een duetje opgenomen met mijn zwagertje, Wesley Ponsen. Ja. Wesley, hè? Ja. Ponsen? Ja. Is het zijn vader Rinus? Nee, is zijn oom. Zijn oom? Ja. Wesley heb ik laatst nog geluisterd vaak. In Spanje zat ik met een vriend, maar die is helemaal gek. Ik hou ook van Nederlandstalig, maar hij is helemaal gek van Nederlandstalig. Is dat van Drink Rode Wijn? Nee, dat is zijn neefje, dat is Donnie. Dat is Donnie, dat is ook weer familie. Dat is ook weer zijn neefje. Okay. Hij heeft die lied van Bruine Ogen Huilen niet. Ja, ja, ja. Die heeft hij helemaal gedaan. Oké. Okay. Ja. En jij, wat zing jij? Ik, Hazes. Ja, Hazes. Alleen maar Hazes, dat is... Dat Hazes is het. En doe je nou met zo'n programma mee of niet? Ja. Wat, Veronica voor Veronica? Nee, Talpa is dat. Oh ja, ja is, Talpa is van John de Bormann. Nieuwe volkszanger wordt er dan gezocht. Oké. Okay. Ja, ja dit is wel mooi. Ja? Ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt. Dinsdag? Dit wordt dinsdag al uitgezonden. Ja. Maar dat we meedoen, weet je, die mag volgende week pas reclame maken. Oké. Okay. Ik zal straks even vertellen een beetje de afloop. Ja, ja, ja. Maar dat was al super. Ja. Ze komen bij je thuis. Daar zit in één keer René Vroger, Danny de Munk, Jeroen van der Boom en zijn man de Steenbeek op de stoep. Nee, je niet. Gezellig. Gezellig, hè? Leuk, hè? Ja. Leuke mensen. Ja, 1000%. Ze zijn ook zo gek als een deur. Ja, zeker. Gewoon normale mensen. Maar wat moet je doen dan? Alleen maar zingen of is het nog wat anders erbij? Zo? Nee, het is gewoon... Normaal moet je ook naar een zaaltje toe. Ja. Maar ik wist ook niet dat het programma begon. Of dat het bezig was. Er waren al voorrondes geweest en alles. Alleen, ik werd een week voordat de opnames begonnen, werd ik gebeld of ik mee wou doen. Ze hadden een filmpje van mij gevonden, dat ik in mijn trainingspak stond te zingen in de woonkamer. En of ik mee wou doen. Ja, ik had 3 jaar niks gedaan. Ja. En het is gewoon goede reclame. Tuurlijk. En ook hun hebben een heel stukje ook tijdens die opnames ook voor mijn krant. Dat mee vroegen en alles willen helpen. Ja, ja, dat het toch een beetje gepoest wordt. Tuurlijk, man. Ze moeten jou helpen, man. Die mensen moeten jou helemaal helpen, man. Ik ga je ook helpen. En iedereen moet een beetje storten, dan kan jij verder, man. Ja, ik hoop het. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is belangrijk, joh. En die kinderen dan? Die kinderen, ik zag ook een foto dat je wel, dat je masker op, hè? Dat je ging voetballen met z'n eerste keer. Hoe was dat? Ja, apart. Ja, ja, ja. Echt apart. Kijk, ik ben blij dat die mensen dat masker hebben gemaakt. Ja. Alleen, ik heb eerst kalsleer overheen. Ja. Dat is zo dik. Maar dat mondgaatje is maar 1 centimeter. En de ooggaatjes ook. En daar overheen komt nog een masker. Dus je ziet helemaal niks. Nee. Je hebt een soort tunnelvisie. Ja, ja, ja. Nou, ik heb vroeger altijd gevoetbald. Ik kon geen bal raken. Ik zat die hele bal niet, ik sta voor schut. Nee. Maar je doet het toch eventjes, maar na 5 minuten heb je geen lucht meer. Je wordt benauwd, je kijkt, ik heb er niks aan. Of ik heb er niks aan, voor even naar de auto lopen is goed. Ja, ja, ja. Alleen de eerste 3 keer had ik hem op. En ik moest naar Nijmegen toe, ik die masker op. Toen kan ik eigenlijk veilig daar naartoe lopen. Dat heb ik aangehouden. Nee. Ik sta bij de benzinepomp, er komt een auto voor me. Hij zei, ik ga je een duidelijke vraag stellen, hij zei, je moet gelijk antwoorden. Ja, ja, ja. Ik zei, dat is goed. Heb je verboden wapens in de auto liggen of drugs? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, is er wat met mijn auto aan de hand? Is er wat gebeurd met mijn auto net een week? Hij zei, nee, verdacht persoon. Ik zei, meneer, ik heb een huidziekte. Ook had ik ervoor ook al uitgelegd. Ja. Ik heb een huidziekte, ik mag niet in de zon en daglicht. Ja, bewijs het maar, de straat. Ja. Handen op de auto, bij nee, de je niet. God, maar dan gaan we 3 keer achter elkaar. Ja, ik zei, nee, dat ga ik niet meer opdoen. Nee. Maar dat zei ik allemaal. Dus je wil, dat is toch niet normaal? Dat mag niet. Dat mag niet, hè, in Nederland? Nee. Je mag geen gezichtsbedekking hebben, net zoals met boerka. Ja, ja, ja. Die mensen hebben het dan voor de geloof en ik heb het voor mijn gezondheid. Ja, ja. Maar ze zeggen gewoon, mag niet. Ze denken, je gaat bank overvallen of iemand afknallen of wat dan ook. Ja, maar je weet het ook niet. Nee. Als je iemand met een bieber moet op zien zetten in een auto, dan ga je niet denken dat hij zijn veters gaat strikken. Het mag niet. Ja. Maar als je een goede agent hebt, die doet niet moeilijk. Ik heb 2 keer dat ze dan geen probleem mocht doorrijden daarna. Maar de eerste keer gewoon een boete. En toen schreef ze op dat ik... Ik moest eigenlijk de auto uit. Hij vroeg mijn legitimatie en ik geef mijn legitimatie af. En toen moest ik de auto uit. Ik zei, dat mag niet. Ik ken niet het daglicht. Nee.
Maar toen kreeg ik een boete van 475 euro voor niet meewerken in identiteit. Oh, maar kan je niet zo'n ding krijgen? Een pasje of zo dan? Ik heb mijn hele medische dossier laten zien. Nee. Ja, ik heb dat op mijn telefoon staan. Ik ging inloggen bij het Radboud. En ik denk, laat dat alles zien. En ik kreeg gewoon een boete. Ja. Maar niet gezet op dat moment. Ik mocht doorrijden en ik kreeg een boete twee weken later. En die willen meewerken met de ID. Wat een flikker zeg. Ja. Dierenrijden. Ja, dat word je niet goed van. Nee, maar dat vind ik wel apart. Ja. Dan heb je de huis, dan krijg je ook nog een boete erbij ook. Omdat je niet mee wil werken. Zeg, mag het dan in de auto? Ik heb ook gevraagd, mag ik het in de auto laten zien? Dan doe ik het masker af in de auto. Omdat je toch je ID-kaart ernaast kan houden. Ik moest uit de auto, want ze vertrouwen het gewoon niet. Nee. Ja, er zit een masker overheen. Dan heb ik nog een pruik. Met bril, alles erbij. Ja, je ziet eruit als je Dokus Kwak. Ja, het moet. Het ziet er niet uit. Ja, maar ja, je wil vrijheid hebben, dus dan moet het. Ja. En heb je dan ook wel eens dat je denkt van, nou, die mensen die zitten maar me aan te staren, daarom doe ik me ook niet op? Nee, voor mezelf maakt het me niet uit. Nee. Alleen voor mijn kinderen had ik wel, ik ga ze niet naar school brengen. Nee. Die kinderen worden gepest. Kinderen Ja, tuurlijk man, daar moet je ook naar rekening houden. Ja. Die jongetjes worden gepest, ja, precies wat jij zegt. Ja. Nee, je vader komt met een pruik en een masker op. Is hij niet goed bij zijn hoofd, gek? Ja, is klaar. Ja, zo gaat dat. Zo denken die kinderen, zeggen dat gewoon. Ja, die zijn hard daar onderling. Dat maakt hun niks uit. Nee, die echt niet. Nee. Ah, man. Ja, maar die kinderen weten niet beter. Nee. Die hebben mij ook nog buiten gezien. Nee. En dat zit wel in mijn hoofd. En daarom moet ik, weet je, dat is mijn tekst, dat is het belangrijkste. Dan kan ik misschien een uur of twee naar buiten. Ja. En daar hou ik me aan vast, hoe het daar ook gaat worden. Het is de 38 graden. Ik zal ook daar naar buiten moeten gaan straks. Om te testen of die onderzoeken en die behandeling allemaal gaat slagen. Ja. Ja, als je dat voor 2 uur naar buiten, als ik dan nog 2 uur naar buiten kan, maakt het me niet uit, dan moet ik een jaar blijven. Ik moet er sowieso 6 maanden blijven. Ja. Maar dat is zonder probleem ook. Dat is een probleem. En met feestjes en zo dan? Als je dan een feestje hebt overdag, dat kan niet. Nee, dat gaat sowieso niet. Nee, hè? Nee. En gaat je vrouw dan wel met de kinderen? Of blijf je dan alleen thuis? Ben je nooit eenzaam? Nee, ik heb het de plek gegeven, Andy. Ja. Ik heb het de plek. Ik moet wel, want als ik ze instort, stort hun ook in. Ja, tuurlijk. Dus ik probeer altijd door te gaan. Ik hou van lachen, gezelligheid. Ja, mooi, man. Maar dan maar thuis. Ik vind het wel mooi. Positief mens ben je, man. Dat is echt een voorbeeld voor andere mensen. Wij lopen wel eens te zeiken van, ja, ach, kut, zo het regent of de zon schijnt, is weer te warm. Jij moet gewoon binnen zitten. Is dat niet normaal? Ja, maar ja, voor een ander is hun dingetje weer erg. Ja, wel, weet ik wel, maar... Je moet, je kent niet... Negatief. Je kent het niet beneden leggen, nee, dat gaat niet. Als ik negatief ga worden, dan ben je zo weg. Ja. Kijk, als mensen ziek worden, zodra ze het horen, gaat het achteruit. Ja. Zodra ze niks weten, dan doen ze alles nog. Ja, dat is precies zo. Dat is precies wat jij zegt. Je wordt gek dan. Ja. Ja, dan ga je er alleen maar aan denken, malen, en dan gaat je gezondheid naar beneden, man. 1000%. Ja, ik ook, weet je, ik maal alleen s'nachts. Maar dat komt gewoon omdat ik niet hun wil laten zien. Dat je niet goed voelt, ja, dat heb je toch. Dus je doet het gewoon, zeg maar, een soort van stiekem of zo. Ja, je doet, weet je. Ik wil hun niet laten zien dat je verdrietig bent en pijn hebt en dat je sowieso. Moe bent. Sowieso. Dat kan niet, want ik weet dat mijn kinderen dat niet vergeten, mijn vrouw ook niet. Die zijn juist heel sterk, die staan met alles achter je. Op het moment zien dat jij je eigen laat gaan, ja, dat gaan hun ook. Ja. Weet je, en dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat, heel mooi, man. Mooi, man, echt positief ben je. Dat vind ik echt heel mooi. Je bent echt een krachtig mens, jongen. Echt respect voor jou. Het moet. Nee, maar wel heel erg mooi. Weet je, ik had hier nog nooit van gehoord. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ja, ik heb opnames vanavond. Zegt ze, gek. Wat dan vanavond? Waarom niet overdag? Ik zeg, ja, ik heb een interview met Wout en die heeft een huidziekte. Die mag niet in de dag liggen. Ja. Oh! Ja, die wist dat ook niet dat het bestond en zo, weet je. Dus ik zeg, ja, ik moet daar vanavond heen. Ze dacht zeker, dat kan de mokkel er ging douwen. Maar... Als vroeg ze niet even thuis komt, kom je wel naar huis dan nog. Ze belde net aan, zit je en facetimen. Ben je er wel echt? Ben je wel echt met die jongen? Ja. Oh, geweldig, man. Ja. En als je die dingen allemaal binnen hebt, dat geld, wanneer heb je het nodig? Ja, zo snel mogelijk natuurlijk. Maar... Als ik het heb, kan ik gaan. En hoeveel heb je nog nodig? We zitten nu op 16.000. Ja, en het moet naar de 90. 90.000? Ja. Dat, die behandeling kost 90.000 euro? Ja, alles bij elkaar. Het is 6 maanden daar verblijven. Het is de testen, de onderzoeken, de biopten en dan de behandeling erbij. 6 maanden wonen daar. En dan zodra we terugkomen, moeten we Nederland ook nog door blijven gebruiken met de behandeling. Het kan 2-3 jaar duren. Het ligt er net aan hoe je lichaam het oppakt. Ja. Maar 90% slagingskans dat hun de ziekte, ik zal niet genezen, maar de ziekte wordt stilgezet.
Oké, dus het wordt zeg maar gestrekt of het wordt uitgesteld? Ja, het wordt bevroren. Bevroren. Kijk, die huidziekte, dat is één. Ja. Maar ik kwam met één ding in, ik kwam er met 7 dingen uit. Mijn botten en mijn benen sterven af, ja, de ziekte. Mijn nierfilters werken niet meer. Je hebt suiker die altijd hoog is. Je bloeddruk. Dus zodra mijn huidziekte stil is, is de rest ook stil. Ja, ja, ja. Ja, en dan heb je misschien wat meer energie. Ja, want dat, om die eerste de morfine ook en zo, hè? Ja, dus je bent helemaal kapot. Ja. Van de morfine merk je niet veel meer van, dat je lichaam wordt immuun. Ja, 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 ja. Het is daar ben je gewoon aan. Ja, 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 ja. Maar ja, je moet... Kijk, ik weet dat ik het ga halen. Of het nou nu is of over 3 jaar, maakt niet uit wanneer. Ik moet het halen. Ja. Kijk, als je nou een half jaar weg bent, ik zit 13 jaar binnen, dan maakt die half jaar ook niet meer uit. Nee, 13 jaar op binnen. Ja. In je eigen huis. Hè. Ja, oh, zeker. En in de zomer is het helemaal kut, want dan blijft het langer licht. Nou wordt het gek uit. Nu, hè? Dit is voor jou de moeilijkste periode, het langste. Ja. Die zomer. Ja, kijk, in de winter heb ik er ook last van. Ja. Alleen hoe warmer het is, hoe sneller het gaat. Ja, ja, ja. Hoe meer erg je eruit gaat zien. Ik heb dan nieuwe plekken erbij gekregen op mijn rug. Daar ben ik het bangste voor. Want ja, ik ben natuurlijk ook zanger. Ja. Het kan ook op je longen slaan. Ja. En als het op je longen slaat, ja, dan ben ik daar ook klaar mee. Dan is er weer een dingetje wat je niet meer kan doen. Nee, nee, nee. Ja, en dat hoop je gewoon niet dat gaat gebeuren. Ja, dat is wel... Een zwaar verhaal, man. Echt ja. Veel dingen heb je, man. Ik heb hier zo vaak gevoetbald, hè? Ja? Ja, ik zat in Arnhem selectie, beste van Arnhem, moest ik altijd hier voetballen. Ik heb mooie herinneringen hier in Wageningen, hoor. Als het goed is, gaan ze het opknappen. Ja, volgens mij zijn ze al begonnen. Ik zag al wat ze waren aan het... Ze hebben wat geverfd en zo. Maar ik heb hier echt trainingen gehad, wedstrijden en zo. Wel echt mooi, man. Echt gewoon. Ja, leuk, Wageningen. Ja. Arnhem selectie. En jij, waar heb je gevoetbald? In Barneveld, SVB. Ja? En in Tiel, TSC. THC? TEC. Oh, TEC. Die spelen de tweede divisie nou. Mm. Ja. Spot je nog een beetje of kan je dat niet? Nee, niet meer. Nee. En als je gaat werken, vent en zo, we zijn net op de bel hier vanmiddag. Ik belde mij. Dus die ramen zijn ook getint, hè? Ja, ja. Dus 99,9 plus UV weer. Oké. Okay. En voor ook? Ja, overal. Want de lichtdoorlijn, je kan wel naar binnen kijken, maar het is keramisch. Okay. En dat breekt dan alle licht weer af wat naar binnen gaat. Dus ik kan je gewoon veilig achter. Ik zit veiliger in mijn vrachtwagens thuis. Want ik heb daar mijn raam nog niet beveiligd. Ja, 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 ja. 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 Het is ook wat. Het is allemaal wat, hè? Ja. Ah, ik vind je wel een mooi mens, echt. Je kan alles krijgen en dan krijgen we deze. Ja. Met alle ziektes kun je naar buiten. Ja. En die bestaan nog niet. Nee. Er is geen tweede. Nee. Er is geen tweede persoon ook. Die het nog hebt. In ieder geval deze vorm. In Nederland? Of helemaal in de wereld? Helemaal niet. Nee. Dus in de wereld? Ja. Jij ja. De enigste? Ja. Jezus Christus, man. Ja. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, en als je zag en nu het begon, ik heb 3 kleine rode plekjes. Ja, ja. Kleiner ja. Als dit. Zonne-allergie, dacht je? Dacht ik. Je moeder had het ook. Als je bent zo ziek, dan ben je niet goed. Ja. Ik denk, ja, ik pak een zalfje en ik ben klaar. Ja. En dan halen ze 1 centimeter huid, halen ze met een soort pen eruit. En die gaan ze op kweek zetten, dan moest ik 1 maand wachten. En na 2 weken moest ik alweer komen. Hij zegt, het ziet er niet goed uit. Er bleef een zuster bij die deur met de handen over elkaar, dat komt wel goed. Oh. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Maar ik dacht huidkanker. Ja. Achteraf zegt die dokter, je had beter huidkanker kunnen hebben, maar daar is een behandeling voor. Ja. Hier is niks. Oh. En toen zakte de wereld... Toen stort er het eventjes in. Ja, stort het in. Ja, niet geloven. Toen heb ik gevraagd van de second opinion in Utrecht. Maar Utrecht zegt tegen mij, je bent helemaal niet ziek, je moet een zonnebank pakken voor pigment aan te maken. Ik heb het gelezen. Ik onder de zonnebank. Ja. En ja, dat was juist slecht, toch? Ja, ik mag niet tegen UV-straling. Nee, dat is juist slecht. En dan zeggen ze, ja. Advies, ga op een zonnebank. En jij lag daar lekker onder de zonnebank elke dag. Helemaal bloed. Zo, ik heb nooit bloed gezien. Maar het voelt ook als verbrand zijn en zo, ja, hè? Ja, het lijkt net of ik al 13 jaar, 24/7 met de aansteker op mijn huid ingaan. Oh, man. Ja. Oeh, nou, dan gaan we lekker weer, we gaan lekker die crowdfunding pushen. Ik doe het ook wel bij Instagram en zo, en dan... Ja, dan moet dat maar omhoog gaan. Maar dat moeten we echt voor elkaar kunnen krijgen. Gewoon. Dat moet gewoon in Nederland. Zo zijn die mensen ook wel in Nederland. Weet je? Als er wat is, ze helpen elkaar wel. We lopen wel altijd te zeiken, maar als er wat is, dan helpen we elkaar gewoon. Ja. En dat is wel heel mooi aan de Nederlanders. Dus we gaan dat gewoon, we gaan het allemaal plaatsen. En als ze dat zien na de uitzending, zullen ze dat ook wel... Ze moeten ze even mijn Instagram in de gaten houden. Kunnen ze daar, en ik zal het ook wel op Instagram zetten en zo, en dan met die link erbij. Ja, dat ze gelijk kunnen doneren. En dan hoop ik dat we dat voor elkaar kunnen krijgen met z'n allen. Maar dat jij daar gewoon heen kan en wauw, en dat je nog even het kan bevriezen, die ziekte. En dat je nog kan genieten van je gezin, man, en je kinderen. Ja. En je vrouw. Shit. Ja, je wil ze toch wat meegeven, Andy. Ja. Je wil later als hun ook kinderen krijgen. Op dit moment kunnen hun nooit zeggen van ja, ik heb dat met papa gedaan, heb dit met papa gedaan. Ja. En die momenten wil je toch gemaakt.
Ja, natuurlijk. Ja, ze zijn een beetje... Ja, we gaan eruit uit die auto. Ja, ik kan het zeggen. Ongeduldig hier in Wageningen. Echt waar. Potverdomme. Hey, man. Shit. En wel geluk, we kunnen nou met z'n tweeën naar buiten. Ja. Nu wel, nu is het bijna donker. Maar hier kan je wel tegen toch gewoon. De UV-straling, die hoogte, dat is nou het meeste weg. Ja. En in de zomer, is dat 10 uur misschien of zo? Of is dat wel ja, eerder? Echt, dan is het meest. Ja, weet je, het is om 10 uur nog warm. Ja. In de zomer, echt in de zomer. Ja, ja, ja. En door die warmte gaat ook alles uitzetten. Oh man. Ook ben je pik? Hè? Pik ook? Gaat ook uitzetten. Je bent een mooi mens. Maar zo. Ja, ja, ja. Nou, misschien wel voor jou, weet je. Weet je hoe je dat van 32 centimeter krijgt? Nou. Je moet er 5 afhalen met mij. Oh, gek. Oh, heerlijk man. Mooi, man. Dat werkt allemaal nog, Andy. Ja, dat is mooi. Dat is belangrijk. Ja, dat heb je alles nog, toch? Ja, man. Oh, als die ook wat niet meer deed, dan. Nou. Zo. Dan was ik vrouw geworden. Ja, ik ook. Ja. Dan liet ik me wel neuken. Ja, dan gaat die van mij op mijn vrouw. Ja. En dan doen we gewoon, dat is ook een soort ruilen. Ja. Oh, mooi man. Mooi, mooi. We moeten even die tekenen, hè? Kan je die even? Tuurlijk. Even kijken. Oh ja. Top. Moet je op die sjaal ook getekend hebben? Ja, alsjeblieft. Schrijf erop. Kijk of we kunnen schrijven. Ze worden nooit dezelfde allemaal. Nee. Ja, dat was een stuk los. Ja, dat vrouwtje was vroeger bijna hetzelfde als zangeres zonder naam. In haar tijd, met Johnny Hoes. En die had mij bijna geboord, heeft ze me nog vastgehouden. Oké. Ja, die is zo bekend, die vrouw. En toen ging ik trouwen. Dat heb ik haar laten komen, was ze 82 jaar. Ze kon ze toch bij mij nog zingen. Ze nee, zongen niet, bij mij. Dat de 82e leeftijd je. En toen belde ze een paar dagen later op of ze mijn duet wou opnemen. Ja, gelijk gedaan. Privé, panorama, alles erbij. Mooi hè? Ja joh. Mooi. Bedankt man. Nou, bedankt man, was gezellig. Ik ben echt een positief mens, ik zweer het. Echt. Iedereen bedankt. Top. Wow. Topper ben je. Nee, jullie zijn al geweldig pik. Ik zal even uitzetten. Ja, lieve mensen, dat was Wouter Roos. Ongelooflijk eigenlijk. Wij lopen altijd te zeiken van, kunnen dit niet, kunnen dat niet. Hij kan niet eens naar buiten. Hij kan ook niet werken dus. Ja, sinds kort, maar we moeten hem echt helpen. Vind ik. Ik ga hem ook helpen natuurlijk. Zodat hij die behandeling kan krijgen in Amerika. Dus let op mijn Instagram. Daar doe ik die link in waar je dan kan doneren. Dat zou echt mooi zijn. Ik zou het echt heel erg waarderen. En Wouter natuurlijk ook. Dankjewel voor het kijken. En op naar de volgende. Later. Yes!